Meneer Ruigen. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Meneer Wassink. Dat verklaar en beloof ik. Dank u zeer. Meneer Goldhoorn. Dat verklaar en beloof ik. Met de komst van Bert Wassink, Danny Ruigen en Ankel Goldhoorn als drie nieuwe wethouders is de bestuurscrisis op de Schelling nog lang niet opgelost. Nog voordat ze ook maar waren geïnstalleerd, stemde de volledige oppositie al tegen ze. De opdracht die deze wethouders hebben gekregen, ligt in het voorliggende coalitieakkoord. En wij vinden dat in de korte tijd die nu nog te gaan is in deze bestuursperiode, dat het allemaal veel breder getrokken had moeten worden. We hebben heel veel grote dossiers, zoals ik benoemd heb. En om dan weer de smalle coalitie zo te houden, dat is een omissie. Ja, meneer Wassink die is vervroegd vertrokken. Die heeft zijn ambtstermijn niet eens afgemaakt. En dan op deze manier terugkomen. Nou, we hebben sinds Wassink dat hij vertrokken is, hebben we ramp op ramp op ramp gekregen. En de kosten, wat het allemaal niet dan gekost heeft. En dan op deze manier terugkomen, was mijn eerste gedachte waren, ja, het is geen theekrans, hè, waar we hier komen. We gaan nog even wat bijverdienen buiten ons pensioen om. En we gaan nog even leuk nog een paar maanden of een paar jaar op de Schelling het eiland proberen te besturen. Ondanks alle felle kritieken gaan de wethouders vol goede moed en vol van energie aan de slag met hun nieuwe functie. Als je iets nieuws kunt beginnen, dit is toch wel helemaal nieuw, dan dat is leuk. En we gaan er echt wat moois van maken. Ik heb er ook alle vertrouwen in. Maar het is hier geen theekransje. Nee, nou dat is het ook nooit geweest en dat gaat niet worden. Het is hier gewoon buffelen en zo hoort het ook, maar daar is er niks mis mee. Nou, je kunt het als een valse start beschouwen, maar je kunt het ook zien als een hele opstap naar alleen betere tijden. Ja, ja. Ik heb het tegen een aantal mensen gezegd, het kan alleen maar beter worden. Als je met resultaten komt, dan komt het vertrouwen ook terug. Ja, dus dat heeft gewoon tijd nodig. Dat heeft gewoon tijd nodig en resultaten. De wethouders zullen wel enorm hun best moeten doen om ervoor te zorgen om bij ons in ieder geval het vertrouwen te kweken. We gaan dat afwachten. Dat gaat sowieso natuurlijk een half jaar duren voordat een wethouder goed ingewerkt is. En we hopen dat toch nog dat laatste jaar nog iets van grote dossiers hier in de raad ter besluitvorming te kunnen krijgen. Maar de frustratie van de oppositie zit niet eens zozeer bij de personen aan zich, maar ook voor een groot deel bij de vorm. Ze hadden liever gezien dat de coalitie had gekozen voor een raadsbreed akkoord. Eén akkoord waar de hele gemeenteraad werkt aan de belangrijke thema's, zoals bijvoorbeeld de verbouwing van de haven. Maar in plaats daarvan gaat de coalitie gewoon verder met de huidige twee partijen en blijft er dus een nipte meerderheid in de gemeenteraad. Ja, dan hadden we een breed raadsakkoord kunnen hebben en dan hadden we spijkers met koppen kunnen slaan en dan was er geen verdeeldheid meer geweest. Nee, die twee kampen uit de raad. Ja, en dat zie je nu weer. En wat ik net ook gezegd heb, dat we weer terug bij af zijn. Het vertrouwen is er niet. Nou, sorry, ik heb al eens eerder tegen u gezegd ook dat er beleidstechnisch gewoon geen problemen zijn op dit moment. Meer dan 90% van de voorstellen, of dat raadsvoorstellen zijn of moties, komen hier gewoon door dit huis heen. Dus daar zit het probleem niet. Er werd één keer gerefereerd aan een vergadering waarbij ik ziek was. Dat ging over de begrotingsbehandeling. Daar was ik dan niet aanwezig, dat moest voor een tweede keer. Maar voor zover ik weet zijn er verder geen problemen geweest. Het is alleen zo dat die hele grote dossiers, zoals de woningbouw, de haven, de toeristenbelasting, parkeerbeleid, waar we natuurlijk heel erg strak op zitten. Als we dat nou als raad in zijn geheel, zonder dat we kijken naar de poppetjes die er zitten, gewoon in het document hadden vastgelegd en daar nog 2 jaar lang keihard aan hadden gewerkt, ja, dan waren er misschien wat van die grote dossiers waar dit eiland op zit te wachten, afgerond. En ik ben bang dat het nu weer bijblijft. Als je de raadsbreed wil trekken en je hebt een aangenomen coalitieakkoord, dan is de vraag van wat moeten we dan met dat coalitieakkoord? Want dat heeft alleen samen de Schelling heeft dat daarin voorgestemd en Partij van de Arbeid en CDA niet. Dus hoe zou je dat raadsbreed moeten trekken? Maar zijn er dan in deze kleine gemeente zoveel verschillen tussen die partijen dat u het niet raadsbreed kunt oppakken? Nou ja, ik denk dat er een aantal zaken in het coalitieakkoord staan die niet voor alle oppositiepartijen te pruimen zijn. Bijvoorbeeld als we kijken naar landbouwgronden, of wel of niet omzetten in iets anders, dat soort zaken. Ja, ja, dus er zijn nog wel wezenlijke verschillen en dat zou dus in een raadsbreed akkoord nooit kunnen. Het is gewoon geen optie in uw ogen. Nee, ik zie daar op dit moment geen mogelijkheden toe. En nou, vanavond al helemaal niet meer.